Hallo iedereen en welkom naar mijn nieuwe video. Ik dacht we gaan iets leuks doen. De bedoeling is, ik heb mijn kaart uit van de Starseed Oracle, dacht ik. Syrian Starseed, dus. En ik heb die eigenlijk opgesplitst in de grote arcana en de kleine arcana. En de bedoeling is dat we van elk pakje één kaart gaan trekken. En dat is dan de boodschap dat jij nu nodig hebt met betrekking tot 2023. En we gaan dat doen voor de volledige zodiac. Dus we gaan elke zodiac overlopen. En we gaan beginnen met boogschutter. Dan gaan we zien. Oep, voilà, daar gaat hij al. En het is de alchemiekaart. Oeh. En dan gaan we onmiddellijk dat aanvullen met de andere. Daar gaat hij ook. Voilà. Kijk hier. En de Eight of Challenges. Dus wat gaan de boogschutters nog meer gaan doen vanaf nu, maar nog meer in 2023? Die gaan eigenlijk door het gebruik en het leren werken met energie, gaan die ware meesters worden. En dat gaat hen helpen om weg te lopen van alles die eigenlijk die hen allemaal niet meer dient. Dus boogschutter, leer nog meer intunen, leer nog meer werken met energie. En dat gaat je helpen om alleen maar nog de situaties aan te trekken die echt tot jouw hart spreken. En die echt jouw hart in vuur en vlam zetten en je diepste wensen in vervulling laten brengen. Wat hebben we dan? De steenbok. Eén kaart voor de steenbok. Eén kaart. Oeh, daar gaat hij. En dan gaan we eerst eens de andere kaart ook doen. Ja. Voor de steenbokken hebben we karma. Let op, dat is niet altijd een negatieve kaart. Want ik hoor onmiddellijk al, oh nee. En de zeven van kristallen. Kijk, ik ga nog wat dichter tonen. Met het licht is het natuurlijk wel even aanpassen. Ja, voilà. Dus wat zie je? En wat hoor ik voornamelijk? Dat de steenbokken eigenlijk de afgelopen jaren heel hard gewerkt hebben. Je ziet hier ook aan deze, hij zit hier ook met de vruchten, de kristallen dat hij uitgegoud heeft en in mooie vormen gecreëerd heeft. En de lessen die je geleerd hebt, die ga je in 2023 veel meer als een vrucht, eigenlijk als een lotusbloem, veel meer gaan kunnen uitdragen, gaan neerzetten. Dus steenbok, als nog niet jouw leven volledig is zoals je het nu zou willen, weet dan dat al de dingen waar je nog tegenaan loopt, en waar je in 2023 misschien ook wel nog gaat tegenaan lopen, dat ze allemaal een onderdeel zijn om je ziel te laten uitbreiden. Om nog meer te gaan leren over hoe dat of wat dat betekent om als een energie hier in een mensenleven, dus in de fysieke incarnatie, hier te zijn. Dus geef niet op, maar blijf te leren ook, kijk, ook dat water, de emoties. Leer je emoties reguleren. In de zin van niet te blokkeren als het overweldigend komt, maar laat ze en leer ze over, door jou heen, door jouw lichaam heen te gaan laten stromen. Dan watermannen. Voilà, daar is hij al. De watermannen, dat is de boodschap voor watermannen. Dat zijn grote kaarten. Ah ja, voilà, daar gaat het al. Dus dat gaat niet altijd heel evident. En wat krijgen we voor de watermannen? Een hogere zelf. De hogere zelfkaart. Ik vind dat persoonlijk een hele, hele mooie kaart. En de Six of Challenges. Dus de zes van bekers. Wat je hier gaat zien, watermannen, is dat jullie meer en meer... hoe meer en meer je de leiding gaat gaan volgen van jouw team, van je ziel. En dat dus de dingen, de keuzes gaat gaan maken die in afstemming en uitleiding zijn met je hogere zelf. Hoe minder dat je nostalgisch op een negatieve, melancholische manier gaat kijken naar het verleden. En dus het is belangrijk dat je leert begrijpen dat al de dingen die er geweest zijn, dat die er zijn, net zoals ook bij steenbokken, om je ziel lessen te leren. Alle ervaringen die er geweest zijn, die zijn er, zodanig dat jij meer dingen zou leren over het leven. Zodanig dat je nog meer zou kunnen ontvangen. Zodanig dat je leert om je diepste verlangens hier vorm te geven en neer te zetten in deze fysieke wereld, in deze 3D-wereld. Maar wat is 2023? Staat veel meer in teken van dat je dat ook veel meer gaat gaan doen vanuit die verbinding met je hogere zelf. Ik hoor dat er ook een aantal mensen gaan zijn die ook
de keuze en de beslissing gaan nemen om te starten als een spirituele ondernemer. En dus ook veel meer in die missie gaan stappen. En dus ook daar is het belangrijk om eerst die eenheid tussen die mannelijke en vrouwelijke energie te krijgen. Zeker bij tweelingvlammen die kijken als zijnde waterman is dat belangrijk. Die mannelijke en vrouwelijke energie wordt belangrijk in 2023. En in afstemming en in balans blijven. Want je ziet die dame houdt hier ook die dingen zo vast in balans. Hè. Het is ook niet uit evenwicht. En wat je ook nog meer kan zien, hetgeen wat ze vasthoudt, is eigenlijk een rol met allemaal kennis en informatie op. Dus hoe meer je gaat gaan vertrouwen op de leiding van je hogere zelf. En je ziet ook die verschillende kleuren hier, voor degenen die ondertussen weten wat de universele vlammen zijn. Hoe meer je daar ook mee leert werken, hoe meer je met energie leert werken, hoe meer je ook die evenwicht en die balans hier gaat zien. Je ziet, gelijk hoe je die kaart ook draait, al die bekers staan eigenlijk ook altijd symmetrisch en helemaal in evenwicht en balans en harmonie ten opzichte van elkaar. Dus harmonie en leren een leven vormgeven vanuit je hogere zelf, vanuit je ziel en afstemming en uitlening met je ziel is een van de dingen voor 2023 voor de watermannen. Dan gaan we naar de, wie hebben we? De ram. Ik heb ze opgeschreven, want anders zou ik niet meer weten wie dat qua gedaan heb. De ram. De ram zit eigenlijk nog in 2023 een stukje in de laatste fase van een transitieproces. Een nieuwe fase. En uiteindelijk de transformatie en de bewustwording van onze ziel. Dat gaat in ups en downs. En dat gaat altijd maar een voortdurend proces. Maar dus de rammen, die hebben die overgang eigenlijk al gemaakt. Dus als je ze zo krijgt, die kaart, dan is dat eigenlijk volop in die fase zit. Wat ik heel hard voel bij de rammen, is dat ze eigenlijk al daar zitten. Je zit al in de volgende fase, je bent al ermee bezig, maar nog niet volledig gegrond. En dat komt omdat je als ramzijnde eigenlijk nog veel te veel zoekt van ja, wat is dan dat ik leuk vind om te doen? Wie ben ik dan eigenlijk? Past dat volledig bij mij? Of doe ik dat omdat iemand anders dat doet? Dus dat zijn de dingen waar je als ramzijnde echt volgend jaar nog zuiverder mag echt voor gaan staan en voor gaan kiezen. Los van wat dat zou betekenen voor relaties, los van wat dat zou betekenen voor vriendschappen. Dus eigenlijk gewoon los van wat dat betekent voor jouw ganse oude leven. En dat is hetgeen dat je eigenlijk gaat moeten keuze maken. Wat mag je nog meer loslaten? Om volledig geankerd te kunnen zijn in dat nieuwe begin. In jouw, niet de nieuwe versie van jezelf, maar in je authentieke, je blauwdruk eigenlijk. Dus dat is voor de rammen. Dan hebben we de tweelingen. Wat is er voor de tweelingen? Ja, het is niet per se in de volgorde van de zodiac. De tweelingen. Oké. Je was aan twijfelen. Misschien zitten de tweelingen hier ook met twijfels. Twijfelen ze ook. Zitten ze op twee paden en dat is wel ook weer iets typisch voor tweelingen. Die de ene keer die kant, de andere keer die kant. Dat is heel herkenbaar. En ook hier hebben we de karma kaart, maar ondersteboven. En de Adept of Crystals. Ja. Dus, tweeling. Één van de lessen die je nu te leren hebt. En die er inderdaad voor zorgt dat je twijfel hebt. En daarom is het ook die karma les ondersteboven. Je hebt de les nog niet geleerd. Is om, doordat je eigenlijk aan het leren bent van hoe kan ik nu vanuit mijn ziel, hoe kan ik nu vanuit wie dat ik authentiek ben, vanuit mijn eigen energie, hoe kan ik dat nu hier in een fysieke vorm gaan neerkrijgen? Hoe kan ik eigenlijk gaan manifesteren? En dus daarom ben je nog een adept, ben je nog een leraar voor de kristallenwereld. De kristallenwereld is verbonden met aarde-energie, dus met de fysieke realiteit hier. Dus je ziet, dat is ook een man, ook niet zomaar, want de fysieke realiteit is ook weer verbonden met onze mannelijke energie. Dus daarin moet je dan vanuit de vrouwelijke energie, hoe dat emoties, intuïtie en zo meer is, leren samenwerken met de mannelijke energie. Want je ziet, het is ook allemaal blauw, om dat ook te communiceren naar buiten toe. Dus dan, daar gaan er ook een aantal zaken zijn waar je nog meer krachtiger en zelfzekerder mag worden, tweelingen. Zodanig dat je kan gaan communiceren vanuit je diepste zelf, vanuit je hartsbewustzijn, over wat dat is dat je wilt gaan neerzetten, over wie dat je bent eigenlijk. Dus vertrouw daar ook in dat dat inderdaad één van de dingen is dat je nu als ziel te leren hebt.
En dat het uiteindelijk ook alleen maar succesvol kan zijn. Zolang dat je altijd die afstemming hebt en altijd trouw bent voor jezelf. En de angsten daaromtrent loslaat. En hoe doe je dat? Angsten loslaten begin je natuurlijk met ze te erkennen en ze te bewust van te worden. Want het bewustzijn en het naar boven brengen in je bewustzijn is al het eerste begin van de transformatie. Voor de vissen... Ah ja, nee. Oké, dan kreeg je opnieuw de karma kaart, maar dat was dus nog te maken met onze tweelingen. Dus ook dat is een van de lessen. Leren angsten transformeren, bewust worden en zo meer. Mocht je dat willen en wensen, tweelingen, dan kan je het traject zelfrealisatie volgen. Daar leer je eigenlijk gedurende 9 weken hoe dat je leert werken met de universele vlam. Een hele krachtige tool om op een hele snelle manier onze schaduwen, blokkades en zo meer te gaan transformeren. Oké, nu de vissen. Ja, de vissen krijgen inderdaad een andere kaart. Vissen. Wat moeten we vertellen aan onze vissen? Niet veel, hoor ik. We gaan zien, hè. Oké, wat krijgen we? De alchemiekaart. En de Adept of Orbs. Dus een leerling van gedachten, de gedachtenwereld, maar ondersteboven. Vissen zijn verbonden met element water. Dus emoties... eigenlijk een vis die helemaal in balans is, die gaat perfect in staat zijn om doorheen die emoties te gaan bewegen. Maar het probleem is wanneer dat ze daar leren hun gedachten aan te koppelen, of wanneer dat hun gedachten eigenlijk alles gaat gaan overnemen om allerlei dingen logisch te gaan verklaren, dat zorgt ervoor dat ze in de problemen komen en dat ze gaan twijfelen. Dat ze tegen de weerstand gaan. Waarom? Omdat ze niet meegaan in die flow van de natuurlijke energie van dat water. Dus ze zitten dan veel te veel vast in het element lucht. De orbs, hier in dit geval, Adept of Orbs, dus de leerling van gedachten. Dus de vissen gaan volgend jaar nog veel meer leren om via de alchemie van alle elementen, dus water, lucht, vuur en aarde, om die in een heel mooi huwelijk, een hele mooie balans en harmonie, zodanig vorm te kunnen geven dat ze meester worden over hun gedachten. En dus als ze dan eigenlijk die gedachten... in samenhang met de emoties, maar vanuit altijd nog afstemming met hun energie, datgene kunnen gaan manifesteren in het fysieke, wat dat ze eigenlijk willen. Maar dus eerst, dus dat is hetgeen wat nog te doen is, de grootste les. Dus leren vertrouwen op de alchemie, het proces van energie en al de andere elementen, zodanig om een meester te worden over de gedachten, zodanig je de gedachten kan gaan kiezen en op die manier kan gaan gebruiken om het leven te gaan vormgeven, de wensen te gaan neerzetten, te manifesteren, aan te trekken, wat je ook maar wilt. Voilà. Dat waren de vissen. Dan hebben we de stier. Voilà. En nog een kaart voor de stier. Ik hoor dat de stieren heel veel aandacht mogen besteden aan hun fysieke gezondheid in 2023. En wat krijgen we? De Star Card en ook de Seven of Challenges. Hetgeen wat ik hoor is dat het belangrijk is voor de stier om altijd gefocust te blijven op hun ware afkomst. Dus dat ze heel hard gaan beseffen van wat dat er ook gebeurt of gaande is in hun realiteit. Dat ze eigenlijk weten van oké, we zijn hier eigenlijk een energie in een fysieke vorm. We zijn hier ook maar tijdelijk. Maar deze tijd hier op aarde is beperkt, maar is tegelijkertijd ook weer een illusie en beperking. En hoe meer je als stier gaat leren om inderdaad vanuit je sterrenafkomst, vanuit je energetische afkomst, vanuit je energetische zijn, je leven gaat vorm te geven, hoeveel meer vervulling dat je gaat vinden in jouw dagelijks leven. In de hele kleine dingen die je gaat gaan doen. En daarin ga je dan zien dat er niet 1 of 2 bekers, maar dat je eigenlijk al jouw bekers zou kunnen vullen. Zodanig dat je hier in de maar 7, dat je uiteindelijk tot 10 komt, dat eigenlijk diepe vervulling is op elk vlak in je leven. Verder is voor de stier ook belangrijk om heel bewust te zijn waar dat de stukken zijn, dat ze nog niet volledig over tevreden over zijn. Dus waar dat die vervulling er nog niet is. Want dat zijn de punten waar dat ze eigenlijk nog lessen te leren hebben en waar dat er eigenlijk nog... blokkades zijn. Wat ik ook zie en hoor, maar dat gaat niet voor allemaal zijn, dat die persoon is eigenlijk ook verbonden met Egypte. Dus waarschijnlijk, niet voor allemaal hoor ik,
Zijn er daar een aantal zaken dat je nog bewust mag over worden? Of waar ga je misschien naartoe getrokken worden om daar ook dingen over te leren? En dan zie je hier ook dit ankerteken, als ik het goed voor heb, dat het zo heet. Dat is ook weer verbonden met het herinneren van wie dat je in essentie bent. Dus stier, neem zeker de tijd om naar binnen te gaan. Neem de tijd om aan jezelf te werken, te investeren in jezelf. En dan ga je merken dat al de rest eigenlijk ook op zijn pootjes valt. Of dat de puzzelstukken beginnen elkaar te passen. Maagd. Maagd. Voilà. Wat hebben we voor mijn collega maagden? Ik ben zelf ook een maagd. Zie eens. Wat krijgen we? Solar deity. Solidity en de Nine of Crystals. Nine of Crystals is voor degenen die wat bekend zijn met tarot, eigenlijk de onafhankelijke persoon. En ik wil niet per se vrouw noemen, ook al is het een vrouw, maar het gaat over dat je soeverein bent in wie dat je bent. Dat je onafhankelijk bent en dat je eigenlijk alles kan gaan vormgeven los van de buitenwereld, los van andere partners. Bijvoorbeeld, je hebt geen man nodig of geen vrouw nodig om voor al jouw behoeften te voorzien. En dan heb ik het zelfs niet over het financiële, maar ook emotionele, ook mentale behoeften. Ook fysieke behoeften. Je staat eigenlijk perfect in jezelf. En waarom? Omdat je dat doet eigenlijk in afleiding en in samenwerking met je hogere, met je team. Nu, Solar Deity is eigenlijk de centrale zon. En toen ik die kaart zag, kreeg ik onmiddellijk door dat eigenlijk ook dat een teken is. Dus door het feit dat hier die Nine of Crystals kan gaan manifesteren, nog meer in 2023, is eigenlijk omdat je ook verbonden bent met je bron. De bron van waar we allemaal uit zijn geboren. En doordat we heel veel angsten hebben losgelaten de afgelopen periode, zijn we in staat om eigenlijk vanuit onze ware diepste essentie nog meer die stabiliteit gevormd te geven. De ene gaat daar wat verder in staan dan de andere. En dat is ook oké, want elke fysieke manifestatie is eigenlijk een weerspiegeling van hoe dat het zit in onze energie. En dat is hetgeen wat de maagd in 2023 nog veel meer gaat gaan leren. Om vanuit die verbinding, ook dat huwelijk tussen die mannelijke en die vrouwelijke energie, alle vruchten en alle kristallen dat ze ook maar willen, alle wensen kunnen gaan vervullen. En ook altijd in het van dienst zijn. En altijd vanuit het delen van wijsheid en zuiverheid. Wauw. Misschien dat er voor sommigen ook een symbool is in het zien van deze unicorn. Of wat, het is niet echt een unicorn. Het is eigenlijk eerder een paard met vleugels. Voilà. Dan hebben we dat. Dan hebben we de kreeftjes. Wat is er voor de kreeftjes weggelegd? Of belangrijk om te weten in 2023? Hopla. Had ik het niet gedacht. Die kregen we 3 kaarten. Wat kregen we? Guidance. Ik had hem ondersteboven en ik hoorde omdraaien. Dus vandaar dat ik hem omdraaide. En wat kregen we ook nog? De 8 of Challenge en de 5 of Challenges. Oké. Dus de boodschap hierin is dat de kreeften eigenlijk veel meer... Want volgend jaar is ook het jaar van de kreeft, trouwens. En daardoor gaan ze hulp eigenlijk ontvangen. Die guidance ontvangen van hun eigen team. Door signalen, door synchroniciteiten. Ze gaan merken dat plots dingen veel meer nu wel kunnen. En dat de deuren open gaan. Maar dat tot voor kort eigenlijk altijd... Ja, op obstakels kwam of weer uitdagen of weg om leiding of wat dan ook. En hoe meer dat ze dus die leiding gaan volgen en daar ook op gaan vertrouwen, hoe makkelijker dat ze gaan zien van eigenlijk, al hetgeen waar ik om getreurd ben, eigenlijk was niet dat wat ik eigenlijk energie en tijd mocht insteken. Want kijk, hier staan er nog 2. En ik moest eigenlijk veel meer waarde en aandacht geven aan die 2 bekers. Dus de prioriteiten gaan ook veel duidelijker worden, net door de leiding dat onze kreeften ontvangen. En dat gaat hen ook helpen om volledig te kunnen wegstappen van alles wat dat niet langer voor hun hoogste goed is. Dus alles wat dat niet langer voor je hoogste goed is, ga je kunnen achterlaten. En je gaat merken dat dat ook op een hele natuurlijke manier gaat gaan gebeuren, waardoor dat je dus nog meer tijd en ruimte en energie gaat vrijkrijgen van jouw team
om in leiding of via de leiding die je krijgt echt in je diepste zielsmissie te gaan stappen. Om echt leven vorm te gaan geven vanuit je diepste kern. Ze zeiden, draai eens om en kijk eens, dus dat gaan we doen. En ook hier zie je ook weer die verbinding met Egypte. Dus je ziet daar misschien die grootste vooral. Dus dat is een Boeddha met daar die. Dus voor sommigen, oké, ja. En het is belangrijk om die leiding ook, om de leiding op een zuivere manier te ontvangen, dat je ook ruimte inbouwt in je planning, in je dagelijks leven, om die boodschappen te ontvangen. Als je constant bezig bent en afgeleid bent door de drama die gebeurt in je leven, ga je niet zien wat je team jou eigenlijk wil zeggen. Dus dat voor onze kreeften. Wat hebben we dan? Schorpioen. En dan hebben we nog weegschaal en leeuw. Dus nu eerst de schorpioen. Wat is de boodschap voor schorpioen? Oh nee, deze niet. Dat was al heel duidelijk. Wat is de boodschap voor schorpioen? Even zien wat hij aan het opnemen is. Schorpioen, is er chaos in je leven? Want de kaarten willen niet meewerken. Schorpioen. Een kaart voor schorpioen. Oké. Okay. Ik moest kijken naar de onderkant. Dat is de eerste keer dat ze zeggen dat ik dat moest doen. De onderkant is de Three of Flames. Dus in de verte, schorpioen, is er succes. Ga je komen tot eenheid? Ga je komen tot die vloeiende, stromende beweging van je passie. Maar het is nog in een verre toekomst. Want niet alleen ligt het ondersteboven, het lag ook aan de onderkant van de kaarten. Maar waarom? Omdat het belangrijk is dat je gaat gaan luisteren, of nog veel meer gaat gaan leren luisteren, met luisteren naar jouw team. Waarom? Omdat dat jou gaat helpen om weg te stappen, om niet meer gevangen, niet meer het gevoel te hebben van gevangen te zitten in al de drama, in al de chaos in je leven, net zoals ik in het begin voelde. En dus door meer naar binnen te gaan en te luisteren en dus inderdaad dat contact met je hogere zelf te gaan verbinden en te gaan versterken, ga je in staat zijn om in de diepste donkere schaduwen van je ziel te gaan. En zeker als schorpioen, daar zijn we dus soms bang van. Ik ben ascendant schorpioen, dus ik weet helemaal hoe dat voelt. Maar net daarom, net door die donkerte heen te gaan, net door die schaduwen heen te gaan, net door in de diepte te gaan en te gaan vroeten en worstelen en wat dan ook, ga je weten dat er eigenlijk ook weer licht is. En je ziet dat hier ook. Kijk, als die dame zich zou omdraaien, zou ze zien dat daar veel meer licht is, dat daar veel meer leven is. Dus wees niet bang, schorpioen, om de nodige stappen te zetten, om dingen los te laten, want succes ligt op je toekomst. Eenheid ligt op je pad. Maar het is aan jou om de nodige stappen te zetten om daartoe te komen. En dan hebben we weegschaal. Een kaart voor weegschaal. Een kaart voor weegschaal, alsjeblieft. Voilà. En nog één voor weegschaal. Wat zien we voor de weegschaal? Oh my god. Ja, de reden waarom ik oh my god zeg, is omdat opnieuw deze kaart weer naar boven komt. En ik schud ze, je kunt het zien. Dus, wat krijgen we? De indigo kaart. Die ligt ondersteboven. Waarom? Omdat de weegschalen eigenlijk nog een diepste essentie doen. Wie dat ze in essentie zijn, niet herkennen. De meesten onder jullie zijn sterrenzalen. Zijnde... Het feit dat je dan kijkt, maakt dat jullie sterrenzalen zijn. Het feit dat je niet herkent dat je niet van hier van de aarde bent, maar van een ander sterrenstelsel. Van een meer ontwakt volk, als het ware. Dat zorgt ervoor dat je constant ontgoocheld bent in het leven. Dat je constant gefrustreerd bent om de dingen die in je leven gaan. En dus 2023 brengt aan jou de kans om, wanneer dat je leert, jouw ware afkomst te herkennen en te aanvaarden, dat je volledig ook gaat kunnen wegstappen van al dat verdriet, al die frustraties, al die negatieve, ambetante dingen dat we eigenlijk liever niet in ons leven hebben.
En dan ga je veel meer healing. En je ziet ook die kleuren. Dat zijn ook de kleuren van healing. Violet, paars. En ook uiteindelijk de diamantenvorm. Kijk, de bedoeling is dat je inderdaad tot de diamantenenergie volledig gaat gaan incarneren en integreren in je fysieke lichaam. Want dat is het eenheidsbewustzijn. En dat is hetgene dat jij nu nog meer in 2023 gaat gaan leren, gaan mee uitgedacht worden. Dus je zit eigenlijk op het volgende level in jouw persoonlijke groei en je bewustwording. Wat dat heel mooi is. Maar weet, als het wat lastiger wordt en je weet eventjes niet meer de weg vooruit, dat het beter is en dat het goed is om jou te laten ondersteunen door iemand die al het pad gelopen heeft, door iemand die weet waar dat over gaat. Dat hoeft niet per se bij mij te zijn, dat mag natuurlijk. Want er zijn dan ook nog heel veel andere lichtwerkers buiten die jou heel goed kunnen helpen. En daarin is het belangrijk dat je echt het pad volgt. Ik voel hier dat ik nog twee kaarten kreeg, speciaal voor de weegschalen. Kijk, en wat krijgen we? De maan. Maan omgekeerd en hier de reflection, dat is de hermit kaart, de kluizenaarsmodus. Maar je ziet dat hij net door naar binnen te gaan, eigenlijk in staat is om beter te leren begrijpen en licht te schijnen op de emoties die in ons zijn. Dus weegschaal, weeg niet constant af van wel, niet, ga gewoon. En volg dat buikgevoel, dat gut feeling en ga er gewoon voor. Ga blij zijn dat je in jezelf geïnvesteerd hebt en de weg naar binnen bent te beginnen wandelen. En dan last but not least, de Leo, onze leeuwen. Hoepla, dat krijgen we. Op een of andere manier voel ik dat ik die nog eens zo moet schudden. Voilà, wat hebben we nog voor onze leeuwen? Onze leeuwen gaan echt in de bewustwording getrokken worden. Gaan echt in de transformatie worden getrokken. En dan je zegt van, ja, maar ik ben toch al bezig. Betekent dat je naar een volgend level gaat. Want we zijn nooit klaar. We're never not done. Allee. Als ik kijk waar ik een aantal jaar geleden stond en bewust was en dacht van oké, nu zie ik het, nu ben ik wakker. Guess what? Er is een hele nieuwe laag te ontdekken. En dat is hetgeen waar je als leeuw nog veel meer gaat gaan leren. Waarom? Omdat je eigenlijk nog te veel onder invloed staat van die orbs. Je gedachten, de bolletjes. Veel te veel gedachten die boven jou hangen. En je ziet zelfs niet dat er eigenlijk nog achter je heen hangen. Dus jouw leven op dit moment wordt nog veel te veel bepaald door jouw ego en dus door je emoties, gedragingen en overtuigingen. Maar niet zozeer door de bewuste, vooral door de onbewuste. Dus 2023 gaat situaties mensen op je pad brengen die balkjes één voor één gaan doorprikken. Zodanig dat je kunt zien van, maar ja, wat past er bij mijn authentieke zelf? Wat voelt in afstemming? Wat resoneert met mij eigenlijk? En wat kan ik zodanig gaan veranderen dat ik inderdaad mijn oude versie kan achterlaten en gaan reizen, gaan stijgen in energie en meegaan op deze hele nieuwe, mooie, prachtige reis van terug naar jezelf, terug naar je blauwdruk, terug naar je ziel, terug naar onvoorwaardelijke liefde. En dus, ook al lijkt het donker, want je ziet dat die persoon, wat dat hier lijkt op een man, dat die helemaal zwart is. Je ziet dat er tegelijkertijd ook heel veel licht omheen is. En ook hier. Kijk, dus door net ook, dat is een vrouw, de man, door die omarming, die koppeling, die verbinding tussen mannelijke en vrouwelijke energieën, dat gaat ervoor zorgen dat je doorheen die donkere tunnel van de ziel kan gaan, de donkere nacht van de ziel kan gaan, doorheen die donkere tunnel van de transformatie kan gaan. En weet dat er ook hier, voor jullie ook, dezelfde boodschap, laat je ondersteunen. Als je de weg vooruit niet ziet of je weet niet goed hoe dat er aan de hand is, laat je ondersteunen. Neem contact op. Investeer in jezelf. En dat ga je 100 miljoen keer meer terugkrijgen in de fysieke vruchten in jouw leven. Wauw. Oké, en ik hoor je nog een afsluitende boodschap voor iedereen. Voor 2023. Oké, hier gaan we. Oké, en dan doe ik nog iets specifiek voor tweelingen. Ja, oké. Dus nog een boodschap voor iedereen. En dan zometeen nog even voor tweelingvlammen. Oh my god, echt. Hoe meer dat we zien, dat door niet te erkennen dat we in wezen zijn, dus een energie in een fysiek lichaam, die hier een ervaring komt, dus die lessen komt leren, hoe langer dat we in de schaduw gaan blijven zitten. En dat is eigenlijk het proces van die
wegstappen uit de matrix, zoals dat zoveel mensen het al gehoord hebben. En dat, hoe meer dat je dat werk hier doet, hoe meer je dat bewust bent dat dat hetgeen is dat we moeten gaan doen, hoe meer dat je de vruchten gaat beginnen dragen. Dan ga je zien dat de mensen die daar lopen, niet meer daar op een afstand blijven. Maar dat alles mogelijk is, dat alles binnen handbereik is. Dat is hetgeen wat ik hoor. Dus, voor iedereen, of dat je nu al bezig bent op pad of niet, weet dat dat hetgeen is waar je nu in zit. Dat de reden waarom je tegen obstakels aanloopt, dat de reden waarom mensen dat er bepaalde wensen nog niet zijn, is omdat je nog bezig bent om meer die starseed te worden. Om nog meer dat te leren en om nog meer weg te stappen uit die schaduw. En hoe meer dat gaat zijn, ga je niet alleen hier die 7 of crystals zijn, maar ga je de 10 van kristallen krijgen. Waardoor je eigenlijk elke vervulling, alles overvloed op elk vlak in je leven gaat ontvangen. Wauw. Ik ben altijd versteld van welke boodschappen dat via de kaarten naar boven komen. En je weet, ik heb niet per se de kaarten om informatie te channelen, maar voor jullie is het ook gewoon ook duidelijk dan dat dat niet van mij komt. En dan nog voor de tweelingvlammen. Waar kregen we de Hanged Man? Maar omgekeerd. Ik heb trouwens deze nacht van gedroomd. En de Six of Orbs. Ook omgekeerd. Oké, okay. Dus wat krijgen we? De Hanged Man omgekeerd en de Six of Orbs omgekeerd. Ik ga eventjes zo bekijken. Hetgeen wat ik ook heel hard voel voor tweelingvlammen is dat in 2023 is het niet alleen het jaar van de missie, maar is het meer nog het jaar waarin dat je als tweelingvlam niet meer je leven kan vormgeven op de oude manier. Maar dat het moet gebeuren vanuit die verbinding met je hogere zelf. Vanuit de energie dat je bent. En dus daarom zie je niet alleen dat die persoon hier lijkt te mediteren, maar ook alles rond zijn hoofd is aan het stralen. Bovendien zie je hier ook, doordat het zo ondersteboven ligt, anders is het zo, krijg je ook die driehoek. En die driehoek doet mij ook denken aan onze Merkaba. Dus eigenlijk ons voertuig waarop we astraal gaan reizen. En dat is ook die verbinding, dus met de basis naar de grond toe. En als je het omgekeerd doet, is het van boven naar beneden toe. Dus de Merkaba is een driehoek op die manier en nog een driehoek zo. En die komen dan samen in één figuur. Waardoor dat eigenlijk ook de mannelijke en de vrouwelijke energie samen verbonden is. Ook hier, met zijn benen, zie je dat hij eigenlijk ook een driehoek vormt. Want dat is de reden dat ik lag vanmorgen in mijn bed ook op die manier. Met mijn benen zo. En dan omgekeerd. Ik hoorde dat ik dat moest doen en dat dat belangrijk was. Om mijn energie op deze manier te gaan structureren, gaan sturen eigenlijk. Dus wat merken we? Dat we veel meer gaan wegstappen vanuit al de dingen dat we... Wacht, ik moet hem zo houden. Dat we veel meer gaan wegstappen als tweeling van al de dingen dat we geweten hebben, geleerd hebben, dus van die orbs. Maar dat we veel meer gaan vertrouwen op al de nutjes, ik had net 33-11 gezien op mijn recorder, dus misschien dat iemand dat moet weten. Op al de dingen dat we ervaren hebben, op al de dingen dat we eigenlijk intuïtief weten, daarom niet echt een logische verklaring of zeker al geen bewijs van hebben in de realiteit, maar we weten het. Alles wat we hier moeten doen als tweelingvlammen zit als een blauwdruk in ons systeem. En dus dat is ook hetgeen dat we veel meer moeten gaan doen. Je ziet hier ook de... wacht, ik weet niet meer hoe ik kan zien. Ja, daar, voilà. Dat is ook het symbool van Metatron die gebruikt wordt als manifestatietool. Dus we gaan... 2023 is het jaar van de missie, maar waarom? Omdat we eigenlijk nog veel meer al die templates die er zijn, al de hele huisjes gaan omverduwen en gaan vervangen door nieuwe ideeën, nieuwe visies, nieuwe regels, noem ik het niet graag, maar dus nieuwe manieren van zijn, nieuwe manieren van het leven leiden, vormgeven, maar altijd vanuit die verbinding met onze ziel en vanuit de hogere energieën. En dat is hetgeen dat we als tweelingvlam elk voor onszelf en dan tegelijkertijd ook met die invloed naar buiten toe meer en meer gaan vormgeven. Wauw. Zo, dat was voor deze video. Ik had 34-34 gezien. Misschien is dat voor ook iemand voor een teken.
Ik ga het hier belaten. Ik wens jullie vast een heel fijn weekend. En ik ga zeker nog video's opladen. Mocht het zijn dat dit is net voor de feestdagen, dan heb je natuurlijk ook fantastische feestdagen. Tot in de volgende video. En als je met mij wilt samenwerken, ik heb nog een aantal plaatjes over. Als je wilt in het SPO-traject starten met 19 individuele sessies voor over het ganse jaar 2023 te doen, dan moet je je inschrijving nog in orde brengen voor 27 december. Maar vanaf dan gaan we terug naar de 7 individuele sessies, omdat ook de groepsessies vanaf volgend jaar weer van start gaan. Zo, dat was het voor deze video. Ik wens je een fantastische dag en ik zie je in de volgende. Dag!